Hoi, in deze les gaan we wat dieper kijken naar de koppelingseiwitten bij de T-cellen. En we gaan kijken hoe de antistoffen van de B-cellen hun werk doen. De leerdoelen. Je kunt uitleggen wat de rol van de koppelingseiwitten CD4 en CD8 is. Of zijn, weet ik even niet zo snel. Je kunt uitleggen hoe cytotoxische T-cellen worden gevormd en functioneren. En je kunt uitleggen hoe antistoffen of immunoglobuline pathogenen onschadelijk kunnen maken. Goed, allereerst die koppelingseiwitten. In de vorige lessen hebben we het al over gehad, over de antigeen presenterende cel. Hè, die vreet zo'n ziekteverwekker op en die presenteert op zijn receptor dan een stukje van zo'n pathogeen. Daarmee kunnen ze naar een T-cel gaan. En wat doet nou zo'n koppelingseiwit? Die is hier niet afgebeeld, maar dat is een extra eiwitje wat voor een sterkere binding zorgt tussen de receptor van de antigeen presenterende cel en de T-lymfocyt. Dus koppelingseiwitten zorgen voor een sterkere binding tussen de receptor van de T-cellen en de MHC-receptoren. Die zaten op zo'n antigeen presenterende cel onder andere. Dan is er een verschil tussen CD4 en CD8. En dat is heel simpel, dat is de type T-cel. Dus de T-helpercellen die hebben een koppelingseiwit, dat heet CD4. En de cytotoxische T-cellen die hebben een koppelingseiwit, dat heet CD8. In principe doen ze hetzelfde, ze zorgen dus voor een sterkere binding. Alleen bij de ene wordt het 8 genoemd en bij de andere wordt het 4 genoemd. Nou kijk, hier is die wel afgebeeld, hè, CD4, dus dit gaat om een T-helpercel. En die zorgt ervoor dat deze binding sterker is. En wat was ook alweer het verschil tussen de T-helpercellen en de cytotoxische T-cellen? Zodra de helpercellen worden geactiveerd, gingen ze cytokinen uitscheiden en afgeven aan de omgeving. En dat zorgt ervoor dat alle andere witte bloedcellen gealarmeerd worden. En de cytotoxische T-cellen die ruimen de geïnfecteerde cellen op. Ja. Hebben we daar ook even bewegend beeld bij? Dus in de lymfeknopen, dat is de plek waar er heel veel T-cellen zich bevinden. En van die T-cellen wordt vaak gezegd dat ze dan naïef zijn. En wat betekent dat? Dat betekent dat ze nog nooit zijn geactiveerd. Nou, al die gekleurde bolletjes die je hier ziet, moet T-cellen voorstellen die in de lymfeknoop zich bevinden. En de reden dat ze allemaal verschillende kleurtjes hebben, is omdat je lichaam maakt miljoenen verschillende T-cellen die allemaal in potentie kunnen binden met één type ziekteverwekker. Dus als ze daarmee in contact komen, dan kunnen ze geactiveerd worden. Wel een belangrijk dingetje, ze kunnen niet zelf binden aan een ziekteverwekker. Daar hadden ze een antigeen presenterende cel voor nodig. Die speurt de omgeving af op zoek naar pathogenen, die vreet die op en neemt dat monstertje als het ware mee terug naar de lymfeknoop. B-cellen konden wel ook een antigeen presenterende cel worden, maar T-cellen niet. Nou, stel je voor, zo'n antigeen presenterende cel heeft dus een stukje peptide van een bepaalde ziekteverwekker. Dan moet hij dus net zo lang op zoek gaan tot hij toevallig, nou dat zie je hier gebeuren, een T-cel tegenkomt die er net toevallig op past. En dan gaan ze binden. Nou, op die antigeen presenterende cel had je de MHC receptor zitten. En om precies te zijn, dat was de MHC2 receptor. En die kan gaan binden aan de receptor van de T-cel. Op dat MHC receptor heeft hij dus een klein fragmentje, in dit geval van een virus, maar dat kan ook van een bacterie zijn of van wat dan ook, maar hij heeft daar dus een klein fragmentje van en dat presenteert hij aan de T-cel. Wat je aan de zijkant ziet, en het filmpje gaat een beetje langzaam, maar wat je dus aan de zijkant ziet, dat is dus een CD8 receptor, dus dat is een koppelingseiwit. Dus op het moment dat zo'n antigeen presenterende cel en de T-cel een koppeling maken, dan zie je hier ook gebeuren, dan gaat ook nog zo'n koppelingseiwit, die gaat erbij, zorgt voor een sterkere binding en dan wordt de T-cel geactiveerd. Nou, wat je hier ziet gebeuren is dat die receptoren die gaan clusteren. Wat daar precies, waarom dat precies gebeurt, weet ik niet. Maar het zorgt er in ieder geval voor dat de T-cel wordt geactiveerd.
Op het moment dat een cytotoxische T-cel wordt geactiveerd, gaan er twee dingen gebeuren. Enerzijds gaat hij zich dus delen en een gedeelte worden geheugencellen en de andere worden actieve cytotoxische T-cellen. En die gaan dus op zoek naar geïnfecteerde cellen, dus cellen waar er een ziekteverwekker in de cel verstopt zit. Het kunnen trouwens ook tumorcellen zijn. En wat gebeurde er op het moment dat een cel is geïnfecteerd door een virus, en we gaan in dit voorbeeld even gewoon een virus gebruiken, dan zal zo'n cel die geïnfecteerd is, zal aan zijn MHC1-receptor een klein stukje weer van zo'n virus presenteren. Zo'n T-cel kan dat herkennen. En ook hier zie je trouwens weer die koppelingseiwitten, die zorgen dus voor een sterkere binding. Dan gaan weer die receptoren die gaan clusteren. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat zo'n T-cel dan die geïnfecteerde cel kapot gaat maken. Dat doet hij, en dat zie je in het volgende plaatje. Oh, hier is hij al. Zodra die dus gekoppeld is, dan gooit hij een stof in naar binnen. En die zorgt ervoor dat zo'n celmembraan openscheurt. En alles wat eigenlijk in zo'n cel is, maakt hij daarmee dood. En dan gaat hij weer weg op zoek naar de volgende cel. Dit kun je terugvinden in je BINAS bij 84L1. En dan zie je ook die koppelingseiwitten zijn hier afgebeeld. En dan zie je ook als zo'n geïnfecteerde cel zichzelf soort van presenteert van ik ben geïnfecteerd, dan zie je ook hier, dat moet de MHC1-receptor zijn. Dus je kunt het allemaal terugvinden in je BINAS. Dan had ik het over die lymfeknoop. Dat is een plek natuurlijk waar veel witte bloedcellen zitten. Niet alleen de T-cellen, maar ook de B-cellen. Hier wordt niet zo heel vaak iets over gevraagd wat heel specifiek is, maar het zou net lullig zijn als het wel in het eindexamen opeens komt. Weet dat dit plaatje met waar zich dan vooral de B-cellen bevinden en waar zich vooral de T-cellen bevinden, dat staat gewoon in je BINAS. Dan de antistoffen. Dat zijn dus de B-cellen. Ja, en de B-cellen die zorgen dus voor de humorale afweer. En humoraal betekent dat er antistoffen worden afgegeven aan het bloed. En humoraal was dus overal waar zich dus vocht bevindt. Zo'n B-cel die kon dus ook de rol van antigeen-presenterende cel opnemen. En die kan ook geactiveerd worden door een T-helpercel. En er waren ook die cytokinen die speelden daar een belangrijke rol bij. En hetzelfde als wat bij die T-cellen gebeurde, een gedeelte wordt geheugencellen voor een volgende keer en een ander gedeelte wordt plasmacellen en die gaan antistoffen maken. Nou, die antistoffen, ik ga nog even terug naar dit plaatje, die kunnen dus binden aan zo'n ziekteverwekker. En er waren er verschillende opties wat er dan kan gebeuren, of zo'n ziekteverwekker wordt een soort van verlamd, dat hij dus niks meer kan doen. Of die antistoffen zorgen ervoor dat zo'n cel uit elkaar valt. Maar het kan ook als soort van een vlaggetje zijn van dat er een macrofaag aan kan gaan binden. Dan ga ik even naar het volgende plaatje. Dit is een stukje uit je BINAS. Zo'n antistof die kan dus binden aan één type ziekteverwekker. En dit is dan de plek. Dus deze kop met die zware ketens, die binden dan aan een ziekteverwekker. Die zitten daaraan vast en dit is dan een aanhechtingsplaats voor een witte bloedcel, voor een macrofaag. Die herkent dat en die vreet dan die ziekteverwekker op. Onder dit plaatje in je BINAS, dat is dus 84K is dit, vind je dus allemaal informatie over de verschillende antistoffen. IG staat voor immunoglobuline en daar heb je dus verschillende klassificaties van en dan staan dus alle eigenschappen staan erbij, maar ook of ze dus door het placenta heen kunnen enzovoorts enzovoorts en of ze ook een binding aangaan met macrofagen, weet dat het er staat. Goed, ik heb dus het stukje afweer heb ik dus verdeeld over drie lessen. Heel erg samengevat, je eerste keer dat er dus een ziekteverwekker binnenkomt, is je eerste verdedigingslinie zijn die macrofagen of die dendritische cellen. Dat zijn antigeen-presenterende cellen. Kan ook dus een B-lymfocyte zijn, die kunnen ook die rol opnemen. En die zorgen ervoor in ieder geval dat de B-cellen en de T-cellen worden geactiveerd. Die zorgen ervoor dat T-helpercellen worden geactiveerd. Hè, en die alarmeren de rest, alarmeren trouwens ook de macrofagen.
gedeelte van de B-lymfocyten werden plasmacellen, die dus gingen antistoffen maken, en een gedeelte werden geheugencellen. Hetzelfde bij de T-lymfocyten, gedeelte wordt geheugencellen, en een ander gedeelte worden cytotoxische cellen. En dat stukje met geheugencellen, dat zorgt er dus voor dat bij een volgende keer, als je nog een keer door dezelfde antigeen bloot wordt gesteld, dat er een grotere kans is dat je hem tegen gaat komen, of dat je hier wel een witte bloedcel gaat tegenkomen die er precies op past. En dat zorgt er ook voor dat je afweerreactie sneller op gang komt. Maar daar gaan we het verder over hebben in de les over immunologie, wanneer je immuun bent. Hey, was dat het einde van deze les? Mocht je nog andere vragen hebben of andere filmpjes willen bekijken, vooral kijk dan op het YouTube-kanaal van Biologie met Joost of NG Biologie.